Nou ja, dan krijg je natuurlijk dat iemand je vraagt. Jij leest zoveel. Kun je me nou een boek aanbevelen? Wat is nou het beste boek? Of je wil iemand iets voor verjaardag geven. En dan zul je toch moeten beslissen. Of je mag een boek aanbevelen in je leesclub. En dan heb je je eigen smaak. Maar je hebt ook alle kwaliteitseisen. En die moet je dan toch eigenlijk... Ja, je moet tot een oordeel komen natuurlijk. He, je hebt recensies gelezen. Je kan iets zeggen over de flaptekst. Je weet ook iets van de auteur. Maar uiteindelijk moet dat allemaal samenkomen. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, wat ik altijd doe. Ik ga lekker op de bank. Kop koffie, kop thee erbij. Dan doe ik mijn ogen dicht. En dan zet ik het eigenlijk op een rijtje. En dan in mijn hoofd. Dan denk ik, nou, welke boek heb ik nou laatst gelezen? Welke vond ik nou eigenlijk goed? En dan maak ik gewoon een lijstje. Die vond ik het beste. Dan die, dan die. En dat is helemaal op mijn eigen smaak. En ik zeg, doe dat nou eens even op papier. En dan doe je hetzelfde nog een keer. Met al die technische dingen die we hebben gehad. Of de dingen die je eromheen hebt. En het kan bijna niet anders dat die lijstjes verschillen. Want wat je technisch misschien het beste vindt, is niet helemaal het beste van je eigen smaak. Maar dan kan je wel tot een oordeel en afweging komen. Want je moet uiteindelijk bepalen wat je het belangrijkste vindt. Nu bel je je beste vriend of je leesclub en je zegt, ik heb er één gekozen. En dan kan je perfect beargumenteren waarom jij dat boek gekozen hebt. Je zult zien, iedereen gelooft je. Gaan ze allemaal lezen. Let maar op.